Goedemorgen, ik ben Marleen en ik werk als onthaalbediende bij Libridis. Wat die job inhoudt, dat laat ik u vandaag zien. Goedemorgen, met Libridis en Marleen. Als onthaalbediende bij Libridis doe ik voornamelijk het ontvangen van de bezoekers die zich hier aanmelden. Dat kan iedereen zijn. Dat kan ook een vrachtwagenchauffeur zijn die de weg vraagt. Dat kan een vertegenwoordiger zijn. Ik moet zeker de telefooncentrale goed kunnen hanteren. Dat moet vlot gebeuren. Je moet juist doorverbinden naar de juiste persoon. Je moet voornamelijk ook de fax in het oog houden, zodanig dat alle faxen die hier binnenkomen, dat ik die dus regelmatig bekijk en doorstuur naar de bepaalde personen. Ik bereid de bestellingen voor alvorens dat ze worden ingegeven. En tussendoor doe ik nog wel wat input voor de retourenafdeling. José Hofman, toestel 11. Goedemorgen, ik ben Sabine. Ik werk als onthaalbediende bij Egemin. Welkom. We komen binnen, we bereiden ons voor onze bezoekers te ontvangen. Dus we leggen de badjes klaar, de telefooncentrale wordt aangezet. De telefoons die gaan door heel de dag uiteraard. Bezoekers. Dikwijls weten we op voorhand wie dat er komt. Er wordt een verwelkoming klaargemaakt via de lichtkranten aan de parkings. Er is een verwelkoming in de hal. De mensen krijgen hier een badge, worden begeleid naar de vergaderzaal. Dat is hetgeen dat we zo heel de dag door doen. Meneer Van Grieken komt er dadelijk aan. Hoor. Ons motto is hier. Kom hier, boterham, ik zal u smeren. Dat doen wij dus echt. Onze klanten, ja, die zijn heel belangrijk en dat laten we toch ook wel merken. Timo Mars heeft ons net laten weten dat hij onderweg is. Dus dat zal nog 5 à 10 minuutjes duren. Wil je misschien graag een koffietje? Ja, dat mag. Ja? Dat mag. Okay. Bedankt. Iedereen die hier bij Libridis binnenkomt, het eerste gezicht dat ze voor zich krijgen, dat ben ik. Dus je moet er wel een beetje voor zorgen dat je wat uitgeslapen bent of dat je toch met je goed humeur naar je werk komt. Hallo, dag Annie. Dag Annie. Post. Dus, ja, zit wel wat in, hè? Ja, dat is goed. Berichtjes? Wat talenkennis betreft, bij ons in het bedrijf wordt voor 85% het Nederlands gepraat, maar ook het Engels komt aan bod, het Frans komt aan bod. Ook inlevingsvermogen, denk ik, is heel belangrijk. Soms komen er al eens boze telefoontjes of minder aangename situaties met mensen aan de receptie. En dan moet zij dat perfect kunnen opvangen. Goedemorgen, Sabine. Goedemorgen, Mark. Volgende week donderdag in de ochtend om 9 uur heb ik 2 mensen van de firma van Breda op bezoek. Ah, ja. Kun jij een parkeerplaats reserveren? Oké, okay. Ja, gaan we zorgen. Hoi. Je bent geen specialist op een echt bepaald gebied, maar je moet gewoon heel veel dingen kennen en je krijgt de meest gekke vragen waar je een antwoord op moet gaan zoeken. Zo, mijn werkdag zit erop. Ik hoop dat jullie het een beetje fijn vonden. Bunny, tot morgen. Dag. Dag.